Linksom of rechtsom komt het gezeik, wat je ook zegt. En ik hoor nu kan ik het gezeik alweer horen. En dan gaan ze zeggen van, oh Hans, je bent nogal dapper, hè? Oh, ben jij dapper, Hans, hè? Oh, leuk, Belgen nadoen. Oh, grapjes over de Fransen. Oh, grapjes over de Duitsers. Grapje over Joden. Grapjes over christenen. Dapper, hoor. Heb je ook het lef om grappen te maken over islam? Dan zeg ik, nou, ik zou niet weten waarom. Waarom? Waarom zou ik nou grappen maken over iets wat overduidelijk heel goed werkt? Iets wat overal in de wereld voor vrede, voorspoed en geluk zorgt. Waarom zou ik daar grappen over moeten maken? Als je toch kijkt hoe het bijgedragen heeft de afgelopen 500 jaar... aan de vooruitgang van de menselijke soort, aan de wetenschap, aan de kunst... aan de entertainmentindustrie, al die fantastische islamitische musicals... Tja, man, de gelijkheid van man en vrouw. Waar zouden al die wijven zijn zonder islam? Nou, nou, nou. En wat dacht je van de homo-emancipatie? Saai! Waarom denk je dat het zo is dat er elk jaar weer meer homoseksuelen besluiten om te emigreren naar Mekka? Waarom denk je dat dat is? Omdat ze daar zichzelf kunnen zijn. Dan kunnen ze gewoon leven zoals ze willen leven. En hoeven ze zich niet te verstoppen. En hoeven ze niet te wachten op die ene gay parade per jaar. Waar ze een beetje met het poepetje mogen zwaaien. Dat kan daar het hele jaar door. Het is een heerlijke religie. En ja, maar als je mij nou vraagt... Maar Hans, wat vind jij nou het mooiste aan islam? Ja, dan zeg ik toch... Ja, die lichtvoetigheid. Huh? Dat joie de vivre. Gewoon de lol die er van afstraalt, weet je? Je weet meteen als het over islam gaat, dit wordt lachen. Nou gaan we lachen. Gewoon lekker dat relativerende gevoel van... Ah, joh, maak het uit. Het is maar een religie. En daarom is dat islamitische gevoel van humor ook zo beroemd over de hele wereld, hè? Ik ben een keer in Jemen geweest. Sowieso een heerlijke plek om naartoe te gaan. Moet je echt een keer doen. Ja, neem de kinderen mee. Wordt leuk. En toen heb ik daar in zo'n lokaal theater heb ik toen zo'n islamitische klucht gezien. Ach man, ik heb me kapot gelachen. Jouw vrouw, mijn kameel, heette die. Zo leuk over die misverstanden mensen die in en uit tenten rennen. Zo van, oh, gemakkelijk, 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 gemakkelijk. Zo leuk, man. Echt helemaal kapot gelachen. Ah, er zijn natuurlijk altijd die mensen die zeggen van... Oh, en hoe zit het dan met ISIS en Al-Qaeda? Zeg, wat ISIS en Al-Qaeda? Dat heeft er niks met islam te maken, hè? Dat is de CIA. Dat zijn de Amerikanen, die vieze smerige, gore, dikke, vette Amerikanen, man. Je weet wat die willen, hè? Je weet wat die willen, die Amerikanen, hè? Die willen overal maar McDonald's neerzetten. En weet je waarom? Dan eten mensen van dat gore voedsel en dan worden ze ziek... en dan kan de farmaceutische industrie weer meer pillen verkopen. Ja, man, de farmaceutische industrie. Oh, man. En als ik zeg Amerikanen, dan bedoel ik de blanke Amerikanen. Hè? Want die zwarte Amerikanen, die worden ook onderdrukt. Dat heb ik gelezen in zo'n enquête. 95% van de blanke Amerikaanse politiemannen is racist. En die andere 5% die had ingevuld, ja, weet niet. Ja, man, maar die CIA, hè? Die vieze, smerige, gore CIA-flikkers, hè? Je weet wat die doen, hè? Weet je wat die soms doen? Die vermommen zich soms als dieren. Ja, om iets te fucken. Heb ik gezien, hè? Zo'n uitgelekte trainingsvideo. Stonden ze allemaal op een rijtje zo. Op handen en voeten. Die CIA-agenten proberen dat geluid van een muilezel na te doen. Verwaaien! En zo brengen ze iedereen in de war. En dan zijn ze verwaaien. En dan grijpen ze de macht. En dan zetten ze me over met McDonald's neer. En zo gebeurt dat iedere keer. Dus oké, wil je de wereld mooier maken? Wil je de wereld beter maken? Oké, heb ik een goed idee. Vernietig het Westen, alle blanke mensen kapot maken. Want die zijn de oorzaak van alle gorigheid en alle ellende in de wereld. En als niet blanke mensen wel eens iets verkeerds doen... dan is dat altijd een reactie op iets wat blanke mensen ze hebben aangedaan. Een hond is ook nooit zomaar vals. Dat is altijd de schuld van het baasje. En die mensen van, oh, maar islamitische vrouwen worden onderdrukt. Islamitische vrouwen worden onderdrukt. Ja, Jezus, man, dat kan ik even niet bij hebben nu.
van Zwarte Piet wel even iets belangrijker, hè? Ik wil het hebben over het glazen plafond. En over genderneutrale toiletten.